Wij zijn een start-up accelerator, helemaal gefocust op innovaties in de haven. Wij zoeken wereldwijd start-ups die een innovatieve technologie heeft die relevant is voor de haven. Elk jaar halen we de beste 10 tot 20 start-ups en scale-ups naar ons programma. En middels een 3 maanden programma versnellen we ze en brengen we ze naar de markt. My name is Dr. Daniel Farb. And I'm here because of Flower Turbines, which is my company. It's based in the United States, and we're setting up the European branch in Rotterdam because of the PortXL program. The aim of Flower Turbines is to make small wind turbines a major force in the world market and a major force in terms of combating climate change, environmental problems, and so forth. Now we're ready to commercialize, and we're planning to manufacture in Europe, and we're planning, we're close to having some contracts in the Netherlands, partially through PortXL contacts. Ik ben Ruben van den Heut, mede-eigenaar van Mapcase. Een jaar geleden zijn we begonnen binnen Europa met het uitdraaien van Mapcase, wat een software is die zich vooral richt op het digitaliseren van inspecties en onderhoudstaken. Het wordt toegepast in verschillende industrieën, zoals onder andere voor gemeentes, baggerbedrijven, weginspecteurs, die de mogelijkheid krijgen om met onze mobiele applicatie ter plekke digitaal inspecties uit te kunnen voeren. Mapcase kan in de korte toekomst de tool worden voor klassieke bouwbedrijven voor het uitvoeren van een inspectie en observatie taken. En ook binnen deze bedrijven kan het uitrollen voor verschillende afdelingen, zodat ze optimaal kunnen navolgen en een verbeterslag kunnen creëren tijdens hun projecten.